die linkerkant doet echt heel erg pijn. Welkom bij Checkpoint Roulette, waar we al die dingen testen die jij wel wilt weten, maar niet zelf wilt testen. En daarom offeren wij, tenminste ik offer hun op. Oh. Deze is echt heel naar, want ze zeggen dat baby shampoo minder in je ogen prikt dan gewone shampoo. En ik wil weten, is dat echt zo? Nee. Dus dat gaan we testen. Maar wie gaat het testen? We weten het in 3, 2, 1. Yes! Yes. Nee. Ik heb hier baby shampoo en gewone shampoo. Nou, gewone shampoo dat prikt in je ogen, dat weet iedereen eigenlijk wel. Maar ze zeggen dat baby shampoo dus niet prikt in je ogen. Nou, en ik heb nu zelf een baby. Ja, dus je moet het eigenlijk wel testen. Dus dit wil ik ook gewoon weten, want hij heeft nog geen haar. Maar als hij haar krijgt, dan weet ik of het veilig is of niet om hem te wassen met baby shampoo. Nou, dat ga jij voor ons even checken, Sue. Ja, leuk, hè? Ja. Ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ja, waarom? Ik heb dit echt altijd wel willen weten. Ik denk dat het sowieso minder is. Ja? Dus minder, ja, minder prikt. Dat het helemaal weg is. Ik heb geen flauw idee. Ik heb hier een brilletje. Ja. In de ene gaan we water doen met een beetje gewone shampoo. En de ander water met een beetje baby shampoo. En het idee is dat jij zo meteen, Sue, zo naar voren en dan in één keer naar achter en je ogen open houdt. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Wow. Hoeveel doe je? Gewoon een druppie. Oh, ik heb iets meer dan een druppie. Ja, maar dat is toch de minder. Moeten we nog even roeren? Ja. Oh. Mocht het nou helemaal verkeerd gaan, heb ik hier voor jou een oogdouche. Oké. Dan kan je je ogen mee wassen. Ja. Oké? Eentje ook. Yes. Ja. 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 Dat is goed, maar één nodig. Ook iets spannend gewoon dit. Ja, leg je hoofd erop. Ogen open, hè? Ogen open. Oh. Open, open, open. Open. Schud ook een beetje. Open, open. Oh. Oké, en nu? Wat voel je? Oh, shit. Oh. En wat voel je? Oh, niet aanzitten. Okay. Niet aanzitten. Oh, prikt. Ja, welke kant? Ja, deze kant, die kant niet. Ja. Oh. Ja. Oh, die linkerkant doet echt heel erg pijn. Oké, jij wil even spoelen. Maar dus werkt het? Super goed gedaan. We kunnen dus concluderen dat baby shampoo inderdaad niet prikt. En gewone shampoo wel, dat wisten we eigenlijk al. Probeer het trouwens vooral niet thuis, hè. Daarom hebben we het voor jullie gedaan, hier bij Checkpoint. Zodat jullie thuis niet meer hoeven te doen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren. En laat eventjes een beetje een steunbetuiging achter in de comments voor Sue. Die dit toch maar voor jullie weer heeft uitgezocht. Goed gedaan.